Ik ben Loïc en ik ben zot van lokale producten. Ik ga op zoek naar top ingrediënten bij straffe producenten van bij ons. Heel wat mensen... Wat een timing. Heel veel mensen hebben courgettes staan in hun tuin, want dat is namelijk een van de makkelijkste planten om zelf te kweken. Ik heb er mieren op. Maar courgettes worden heel snel heel groot en dan worden ze zo sponsig en ik vind dat je er eigenlijk niet veel mee kunt doen in de keuken. Dus, wanneer zijn courgettes op hun best om ze te plukken of waar moet je op letten in de winkel? Ik ben hier vandaag in Putten bij Dimitri, een van de beste plantenkenners van België. Hij gaat me zeker kunnen helpen. Ah, hier hebben ze. Dat herken ik. Zucchini. Dat zijn de courgettes zoals we ze oogsten. Dus, oké. 30 centimeter. 30 centimeter ongeveer. Ja, als ik ze laat hangen, zouden ze groot worden. Hè. Daar zie je dat het een pompoen is. En dan zou je, ja, wat wordt dat? 60, 70 centimeter. Ja, ja, ja. Want dat is eigenlijk de fout die veel mensen maken. Als je deze courgette laat groeien, zelfs al is er nog geen 60 centimeter, gaan die volgende bloemetjes die gaan afsterven. Omdat alle energie gaat naar die grote courgette. Oké. En je gaat eigenlijk maar een paar courgetten aan één plant krijgen. Terwijl als deze courgetten eraf gehaald worden, gaat die energie over hebben voor die andere bloemetjes om te laten groeien. En dan ga je op één seizoen... Tientallen. Zou eens moeten tellen, maar dat gaat over de honderden courgetten kunnen oogsten. Ja. Mogen we zin hebben proeven? Ja, zeker. Ik zal deze mag er wel af. Als je hem oogst, draai de beste klein beetje aan de vrucht. En dat is hem dan. Oké. Okay. Een courgette. Ja, voilà. Heel vers. En dat is belangrijk, hè, dat die nog echt kraakvers zijn als je daarin bijt ook. Dan zit daar goed veel smaak in, dan zijn ze goed vast. Zoeter ook. Ja, dan is de structuur nog het fijnst. Dan is dat nog een jonge vrucht. Zelfs zo'n heel klein courgette is plukrijp. Ah, ja. Hoe kleiner dat ze zijn, hoe fijner van smaak dat ze zullen zijn. En bij een courgette gaat dat zo snel. Eigenlijk moet je elke dag bij een courgetteplant eens langs gaan. Ja, want ze zeggen dat. Als het echt warm is, dan kun je er elke dag bijna een courgette afplukken. Ja, mijn mama zei altijd, je ziet ze bijna groeien. Ja. Wat ik onthoud, hoe kleiner dat ze zijn, hoe fijner van smaak. Mm-hmm. En als je in de winkel bent, let erop dat ze goed stevig aanvoelen. Ja, of koop ze vers bij de producent bijvoorbeeld. Dikke merci voor de tips. Graag gedaan. En ik ga er nu iets lekkers mee maken.